In de vorige video heb ik uitgelegd dat in het nieuwe pensioenstelsel de premie voor iedereen gelijk is. Een vlakke premie noemen we dat. Nou klinkt dat overzichtelijk, maar voor de mensen die al langer pensioen opbouwen is zo'n overstap vaak ongunstig. Want jouw premie wordt dan gelijk getrokken met die van je collega's. Waardoor je bijvoorbeeld van 12% naar 9% daalt en daardoor minder pensioen kunt opbouwen. Gelukkig is hier rekening mee gehouden in de wet toekomstpensioenen. Jouw werkgever kan jou en je collega's namelijk tegemoetkomen hierin en dat zit zo. Als je werkgever kiest voor een transitie naar het nieuwe pensioenstelsel, betekent dit dat alle werknemers overgaan op de nieuwe pensioenregeling. En dus te maken krijgen met die vlakke premie. Nou, hoe jouw werkgever dit wil vastleggen, moet goed worden afgesproken en worden vastgelegd in een transitieplan. Nou, dit moet goed worden onderbouwd. Maar let op, in het transitieplan staat niet alleen maar wat de gevolgen zijn voor jouw pensioen, maar ook je compensatie. Hoe je werkgever je kan compenseren, kan op verschillende manieren. Dit kan namelijk een compensatie zijn binnen de pensioenregeling of via je salaris. Als er sprake is van een compensatie binnen de pensioenregeling, dan moet dat voor 1 januari 2037 geregeld zijn. Na deze datum mag er geen compensatie meer plaatsvinden. Dus check goed bij je werkgever hoe dat voor jou geregeld is. Als je nog een minuutje hebt, check dan of jouw pensioen akkoord is. Op mijn Aegon Capital staat een duidelijk overzicht. En hou je mailbox in de gaten voor de laatste informatie over het nieuwe pensioenstelsel.